Succes, hè! En zullen herstellen van Tante Clinic. Lekker! Leuk dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Deze gaat namelijk om dressuurwedstrijd. En heel vaak wil ik de dressuurwedstrijd niet filmen, omdat ik natuurlijk zelf mijn video's edit en ik vind dat gewoon echt veel te saai om naar te kijken. Maar ik heb zo gehoord en ik lees zeker de reacties dat jullie heel graag willen dat ik het wel laat zien. Dus deze video zien en ik bereid je alvast voor. Ik ben echt niet de beste dressuurruiter, maar ik ben wel iemand die heel hard traint en mezelf echt probeert te ontwikkelen. Dus wellicht als je mij al langer volgt, zie je hopelijk een verbetering ten opzichte van vorig jaar. En natuurlijk hoe mijn paarden aan het verbeteren zijn, want opleiden van paarden, dat begin ik wel steeds beter te kunnen. En ik denk wel dat mijn paarden echt stappen aan het maken zijn, dus ik hoop ze naar de top te kunnen krijgen. Maar daarvoor gaan we heel hard werken en meters maken. Daar gaan jullie nu naar kijken. En er is heel tof ze mee, namelijk de road naar internationaal springen lier. Volgende week vertrek ik op een internationale springwedstrijd met 3 paarden, Inspiration, Coletto en Lucifer. Dat is een heleboel en dat betekent dat ik die week echt wil knallen. Het allerlaatste wat ook in deze video gaat plaatsvinden is een mega vette winactie in samenwerking met Equinix. Dus blijf zeker kijken! I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through the door. I've been trying to reach you. Cause I feel you. What's the story to tell? What's the story? Inmiddels komen Kwik en ik uit de proef en we hebben weer super veel geleerd. Kwik heeft echt weer geleerd dat je in de ringen geen druk hoeft te voelen, maar juist moet ontspannen. Dus ik ben blij dat ik weer een stap heb gemaakt, maar het moet natuurlijk nog veel beter. Maar we hebben nog even, dus ik ben wel tevreden met Kwik. We gaan nu de Gina opzalen, want dat is de volgende. Hij moet gewoon nog beter worden in training, maar hoe hij thuis was, was hij ook in de ring. En dan ben ik gewoon super blij dat dit paard zich gewoon tijdens de proef gewoon goed laat trainen en zich zo inzet. Dus ik weet gewoon dat we thuis gewoon nog verder weer moeten opbouwen met de trainingen. Maar wat hij thuis dus kan, dat doet hij nu gewoon al. En daar ben ik echt wel heel tevreden mee. Dus Regina deed goed in bed. Nee, hoe is het nog met Van Hampen? Met witte rij moet ik wel schoon blijven. Hè? En we hebben het zo koud dat ik gewoon bijna met mijn lippen niet kan praten van de kou. Wow, het is echt veel te koud vandaag. Oh, moet jij ook een dekentje? Zal ik ook even gauw een dekentje voor jou pakken? You better turn up. Sluiten. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Uit de dressuurproef en ik ben best wel trots op haar. De eerste proef was echt nog niet goed. Dan krijgt hij een wissel in de contra en dan denk ik echt, oh Galante, waarom? Maar dan krijgt hij gewoon een beetje stress of zo. En de tweede proef dacht ik, nou ga ik echt iets makkelijker die lijn rijden. Dus dan ga je wel voor een 6. Maar ik zorg gewoon dat hij niet wisselt en toen deed hij het al beter. Dus dan heeft hij wel weer wat geleerd en ik ben gewoon trots op haar. En ja, het moet allemaal nog zoveel beter. Ik moet echt nog zoveel leren in de dressuur, maar ik ben mezelf wel deze winter goed aan het ontwikkelen. Ben je trots, mam?
Tenminste, trots, tevreden. Op galanten. Ook voor mij, toch? Ja, zeker. Oh, ik kon gewoon echt niet praten van de kou. Ik doe maar gauw mijn hoofdband weer op. Dus heb ik de hoofdband weer op. En dit is echt mijn favoriete hoofdband in de winter. Ik denk van al mijn merchandise van winter items is dit echt mijn favoriet. Of de muts. Want dan kan je zo je staart er alsnog doorheen doen. Maar deze hoofdband zit zo lekker. Ik ben zo blij als ik het al zo koud heb gehad om hem lekker aan te doen. Naast deze jas van Horka aan kan je lekker even drinken. Maar het zit zo lekker als je het koud hebt gehad. Oh. Met welk paard? Kwik? Nou. Beetje asociale, Christine. Ja, dat is een beetje asociaal dit. Kaartjes, ik ben terug van de prijsuitreiking en ik kan met trots vertellen dat jullie alle drie hebben gewonnen. Legina, jij hebt de tweede proef gewonnen. Kwik, je hebt de eerste proef gewonnen. En Galant heeft het N1 gewonnen. Nou, wat een toppertjes zijn jullie. Super trots op jullie. Ik moet natuurlijk wel zeggen dat het op zo'n wedstrijd echt niet de grootste wedstrijd is. En dat het gewoon dat ik er echt heen ga om mijn paarden te trainen. Maar in het M1 moet ik zeggen, daar reden echt wel wat meer mee. Daar was toch wel met Galante de tweede proef echt een goede proef neerzetten. En daarom heb ik gewonnen. Dus daar ben ik echt wel het meest trots op, denk ik, vandaag. Zo eens laten zien wat ik allemaal heb gewonnen. Maar ik ben natuurlijk ook super trots op Legina. Die gewoon eindelijk weer terug is. En echt een goede comeback heeft gemaakt. En Kwikje gaat vooruit. Dus ik ben eigenlijk op alle drie gewoon super trots. Maar ja, dat is ook logisch als je met de oranje strik naar huis gaat. De unboxing van de prijzen. Nou, allereerst komen er 3 oranje strikken uit. Dan mijn protocollen. Die ga ik zo heel goed doorlezen met de proef nog een keer bekijken. Ik doe dat altijd soms wel een beetje heel veel. Maar ik kijk al mijn filmpjes 1000 keer terug. Want ik ben ervan overtuigd dat je daar gewoon heel veel van leert. Er zit een flyer in. Oh, ik moet wel even... Het hoppelt een beetje in de vrachtwagen. Daar zit er hiernaast een mask in. Nou, ik denk dat ze het nodig vinden dat ik iets aan mijn gezicht doe. Dus een maskertje. En dan hebben we hier zo iets heel lekkers. Oeh, lekker voor onder de douche. Dit is altijd lekker, altijd leuk om te winnen. Nee, niets voor mij. Allerleukste natuurlijk snoepjes. Een hele doos vol. Dus deze ga ik natuurlijk even lekker aan de paardjes geven. Hoor je het misschien al aan mijn stem, maar zo vind ik dressuur eigenlijk best wel leuk. Dus misschien gaan we volgend weekend gewoon weer op dressuurwedstrijd. Nee, ik denk dat ik trouwens volgend weekend wel ga springen. Want dan ga ik naar België, een internationale springwedstrijd in Lier. Super spannend, zie ik jullie straks weer. Galant heeft gewonnen. Thuis van een hele dag wedstrijd en dan kom je thuis en dan is lekker de open haard aan. Ik vind het zo lekker thuiskomen. Ik ben echt heel de dag zo koud en oh, ik had hier echt zo naar verlangd. Oh, wat een topdag. Nu gaat Nederland voetballen en uiteraard ga ik kijken. Dus die gaat ondertussen aan. Maar ik heb bizar veel werk met vlogs editen. Alles in december is een beetje heel veel. Heel veel andere samenwerkingen, noem het maar op. Dus het is even druk, maar ik ga even de vlog editen. En eigenlijk heb ik vanavond een feestje van vriendinnen. Die wil ik niet afzeggen, maar zoveel werk. Dus ik moet echt doorwerken als ik nog naar het feestje wil. Een hele goede morgen. Inmiddels ben ik weer wakker en ben ik al vroeg onderweg naar Breda. Ik heb namelijk de laatste springtraining voor een internationale springwedstrijd in Lier, België. En ik heb bij Galetto, Inspiration en Extra Massara. Die zal niet meegaan op die wedstrijd, maar die ga ik toch verder opleiden. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen en of ze een beetje in vorm zijn voor volgende week.
altijd nog super lief paardenvoeder snoepjes. En wij gaan nu weer lekker naar huis. Ik ben super tevreden over Inspiration, die weer heel fijn voelde. Calette die in het begin iets minder was, maar aan het einde heel veel verbeterd. En Massara die echt ook Leon verbaasde en zei, zo, dit is een leuk paard. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zich in de toekomst zal ontwikkelen en wat er nog staat te wachten. Maar voor nu zijn we helemaal blij en gaan we met een goed gevoel naar Lier. Inmiddels ben ik aangekomen op het veldrijden in Antwerpen, samen met Bo. En wij gaan Matje en Lier vol aanmoedigen. Dat is een goede zweeuw. Succes, hè? Succes! Krijgen we zo meteen de Nederlandse kampioen erbij? Nu de beste vandaag in Antwerpen. Uw overwinningsapplaus voor Mathieu van der Poel. Derde met Wout van Aert als tweede. Inmiddels ben ik heel de middag bezig geweest met heel veel mailtjes beantwoorden, samenwerkingen, noem het maar op. En heb ik natuurlijk mijn vlogs geëdit, want er komen binnenkort nog wat leuke video's online in december. Dus die ben ik volop aan het editen. Nu ga ik me heel snel omkleden, want ik heb krachttraining buiten in de regen. Niet zo heel veel zin in, maar ja, het is wel een super goede training voor natuurlijk weer de wedstrijd deze week. En ik wil wel heel erg fit zijn, dus dat gaan we nu even doen. Ik maak chicken tonight en dat vind ik altijd super lekker naar een training om alles weer aan te vullen en weer goed te eten. Ik ben niet de beste chef-kok, maar het gaat aardig goed. En een hele leuke tip, heb je geen zin om te koken, zet dan een leuke film aan ondertussen. Ik kijk ondertussen de film Zwaar Verliefd. Echt een aanrader, leuke film. En lekker eten koken, want papa en mama komen ook straks thuis. En dan kunnen ze trots zijn op hun dochter dat ik gekookt heb. Guys, inmiddels ben ik weer onderweg naar huis van school. Ik heb zojuist heel de dag school gehad. En ik ga nu snel naar huis, want ik moet al mijn koffers nog pakken. Ik moet mijn paarden nog trainen voor een internationale wedstrijd die ik dus vanaf morgen heb. En morgen vertrekken we al, moeten er om 2 uur al aankomen. Dus het wordt nu even druk alle spullen pakken. Zodat we weer op tijd kunnen vertrekken naar de wedstrijd. En ik heb er super veel zin in. Maar ik vind het ook een beetje spannend, want het is weer lang. Ja, het voelt. In het eventseizoen ga je elke maand naar een internationale wedstrijd. En nu ben ik gewoon even niet geweest. En dan wil ik dit echt maar 1 of 2 keer in het jaar. En die 2 internationaal gaat, wil je gewoon heel graag knallen. Dus ik hoop dat ik mezelf kan laten zien. Want ik vind die discipline springen ook echt heel erg leuk. Dus we gaan het zien. Maar dat kan je alleen doen door jezelf goed voor te bereiden. En natuurlijk de rust bewaren. Dus ik ga nu lekker mijn koffers pakken. Zodat ik in ieder geval rust heb dat ik alles bij heb. Dan sta ik op het treinstation en ik ga nu een stagiaire ophalen. Die gaat deze week met ons mee op wedstrijd. Super fijn dat ze mij kan helpen en misschien ook heel veel kan leren. En ga ik het een en ander vertellen over Equinix, mijn sponsor. Wat ik al heel lang aan jullie wilde vertellen en laten zien. Daarna alle spullen pakken en dan vertrekken we naar Lier. Ik rijd de paarden deze ochtend dus niet, want we vertrekken vanmiddag om 1 uur al naar Lier. En dat betekent dat ik dan de paarden daar ga rijden. Maar ik denk dat jullie dat pas in de volgende video gaan zien, want dan begint Lier. Oké, inmiddels is het een paar uur voor we naar wedstrijd vertrekken. En ik dacht, misschien is het wel tof om eens een keer mijn sponsor Equinix uit te lichten in deze video. Want ik heb een heleboel van Equinix de afgelopen tijd gebruikt. En ik denk dat het mijn sportprestaties echt heeft verbeterd.
En dan ga ik beginnen met het eerste product. Dat is de Solar Magic Horse Lamp van Equinix. Deze gebruik ik bij mijn paarden voor en na de training. Lekker warm, maar het is niet alleen warm, want deze lamp heeft een veel grotere functie. Want deze lampen die zorgen ervoor dat de spieren van Caletto voor zo'n belangrijke wedstrijd ontspannen. Dat de bloedsomloop wordt gestimuleerd. En daarnaast natuurlijk voorkomt het deels blessures en overbelasting. En dat is iets waarom ik er heel erg fan van ben. Het gebruik is ook heel simpel. Je hebt twee lampjes. We hebben ook twee lampen hangen. En als je op de linksboven knop klikt, dan gaat hij langzaam uit of langzaam aan. En zo kunnen ze lekker onder staan en worden ze toplos voor de wedstrijd. Ik adviseer om deze lamp een dagelijks gebruik te geven van 15 tot 30 minuten. Sta ik op stal, Lucifer is al helemaal schoon voor de wedstrijd. En ik heb hier zo in mijn handen, ja, zo ziet het er een beetje saai uit, maar als ik hem aanzet zien jullie dat het al veel gaver eruit ziet. Nou, dit is de LTS van Equinix. Deze LTS hebben wij heel veel gebruikt in de tijd dat Galante een peesblessure had. Kun ik hier omheen bevestigen. Je zet hem aan en de LTS doet zijn werking. Je ziet ook hier zowel de infraroodstraling op het been. Nou, op dit moment zet ik hem even uit, want gelukkig heeft Lucifer geen peesblessure. Maar dit apparaatje hoef je dus ook maar 5 minuten op te doen. En dat kan je dan 2 of 3 keer per dag herhalen, omdat het gewoon best wel een productieve werking heeft. Nou is dit niet alleen voor peesblessures, want sommige paarden hebben we bijvoorbeeld hier zo spierpijn in de nek. Ook dan kan je de LTS gebruiken. Maar ook als een paard wondjes of mok heeft, is het met de werking van deze LTS veel sneller dat de wondjes weggaan en zullen herstellen. Dus wij zijn echt super fan van dit product. En ja, deze gebruiken wij op alle sportpaarden als er iets aan de hand is. Hebben jullie laatst op Instagram al voorbij zien komen, maar dit is het Back on Track Equinix in- en uitrijdeken. Zeker nu de paardjes zoals Inspiration en Caletto geschoren zijn, hebben ze gewoon een beetje koude billen als je gaat rijden. En dan doe ik deze met stappen eraf om. Hij blijft super goed zitten en het heeft nog eens een goede werking. Dus dit is een heel fijn in- en uitrijdeken dat goed op de rug van het paard blijft liggen. Zoals jullie weten vind ik de bescherming van mijn paarden heel belangrijk, zeker in de cross. Ik heb heel lang andere crosskappen gebruikt, maar sinds een jaar heeft Equinix me echt overtuigd dat deze tri-boots echt een topbescherming voor de paarden zijn. Nou, ik ben ze gaan gebruiken en inmiddels rij ik er zelf al zo'n half jaar mee en gebruik ik dit bij al mijn sportpaarden. Ik vind de werking gewoon heel fijn van deze kappen, omdat ze heel erg licht zijn. Het houdt geen water vast, dus ze worden niet zwaar in de cross. En daarnaast houdt het ook helemaal geen warmte vast. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je blessures wilt voorkomen. Dus ja, ik ben super fan. En deze tri-boots die zijn er dus in het zwart, wit en oranje. En daarom ben ik heel erg fan van ze. Ik boots al een keer weg mogen geven via Instagram. Dat was super tof. Heel veel reacties op gehad. En als je goed blijft kijken, komt er wie weet zo meteen ook nog een winactie aan. Zoals ik dus al zei, zijn ze in deze kleur en in het zwart. Deze die worden nu voor Galante gebruikt. Die gaan binnenkort de verpakking uit als ik weer ga crossen. En dit zijn degenen waarmee ik altijd train. De laatste voorbereidingen voor de internationale wedstrijd worden getroffen. En supergroom Emily is Caletto lekker aan het wassen. In een gave outfit, hè Emily? Ja, zeker. Mooi vest hoor. Hij wordt al wit. Caletto, heb je de zin in? Jullie weten en al heel veel video's hebben gezien, train ik en rij ik de wedstrijden met een hartslagmeter van Hylofit. Deze is ook in het assortiment van Equinix. De werking van deze hartslagmeter heb ik al een paar keer in de video's uitgelegd, dus kijk die zeker terug. Maar even een korte uitleg. Deze bevestig je aan het zadel. Ik als ruiter heb dit horloge aan. Kan ik precies zien wat de hartslag van mijn paard is. En daarop kan ik een interval of duurtraining doen. Een interval is dat we kort een paar keer achter elkaar een flinke snelheid de heuvel op gaan. Of gewoon op een recht stuk. Maar dat je korte pauze, korte inspanning, korte pauze, korte inspanning. En als we een duurtraining doen, dan gaan we bijvoorbeeld 1 keer 7 minuten lang galopperen met een rust. En weer 7 minuten lang. Dan is het lange inspanning met een langere pauze, lange inspanning met een langere pauze. Dat is hoe we een duurtraining doen. Nou, daarnaast zie je deze 2 clips. Deze die gaan in de hartslagmeterband. Je kan dus deze ook als ruiter een hartslagmeterband aandoen. Soms dat doe ik ook voor mezelf meten. Ben ik zelf al goed genoeg in conditie. En deze die is voor het paard. En als je dan de hartslagmeter openmaakt, dan bevindt zich hier zo. Bevinden zich hier 2 drukkertjes. En daar klik je als het ware deze clip op in. En wordt alles geregistreerd en vastgelegd. Nou, deze moet je altijd goed klikken, want anders heb je geen registratie. Wil je dus verder komen in de eventing sport, dan raad ik echt aan om met hartslagmeter te gaan trainen. Zodat je gewoon alles kan registreren en gewoon weet of je fit genoeg bent om naar de wedstrijd te gaan. En of je je juiste trainingen uitvoert en niet te veel vraagt van je paard, want dat kan weer blessures veroorzaken. En het allergaafste vind ik, hey Korenbloem, hey, kom je naar jezelf kijken? Ja, je bent ook zo knap hè.
Het allergaafste vinden wij, ik en Korenbloem, dat je deze hartslagmeter nu kan winnen. In samenwerking met Equinix ga ik deze hartslagmeter geven aan iemand die heel fanatiek is. Ja, geen paard natuurlijk. Eén van de ruiters die mij bijvoorbeeld fanatiek volgt en zelf ook heel graag verder wilt komen in die eventing. Deze hartslagmeter kan je winnen door mij en Equinix te volgen op Instagram. Een comment achter te laten met waarom jij deze hartslagmeter verdient. Equinix en ik gaan checken welke ruiter deze misschien wel echt kan gebruiken om zijn of haar doelen te bereiken. Want zoals je misschien wel weet, ik ben altijd van follow your dreams. Je kan het als je er zelf in gelooft. En wie weet helpt deze hartslagmeter jou een stapje verder om jouw droom uit te laten komen. Het laatste item dat ik nog wil uitleggen, niet opeten, is deze Optimum Cross horloge. Dit is de horloge die ik altijd bij elke cross om heb. En het werkt heel simpel. Je drukt op start en dan gaat de tijd lopen. Ik weet als ruiter bij welke hindernis ik welk piepje moet hebben. Want bij elke minuut gaat die piepen en dan weet ik, loop ik voor op mijn tijd of loop ik achter? Moet ik dus gas geven of kan ik rustig aandoen? En zo probeer ik binnen de tijd te finishen. Dus deze zit inmiddels ook in Equinix assortiment. En die heb je in allemaal verschillende kleuren. Helaas nog niet een oranje. Dus ik ben me heel hard aan het maken of ze deze ook in het oranje willen gaan maken. En dat was dus het piepje of je voor of achter je tijd zit. En dan weet ik, gas geven, opremmen. Daarnaast gebruik ik van Equinix het FIR checkdeken. En dit deken dit gaat vaak van mijn paarden op voor of na een training. Of als ik ze eventjes mee ga nemen naar wedstrijd. Want dit zorgt dat het ziet eruit als een normaal deken, omdat hij natuurlijk heel mooi is. Maar het heeft daadwerkelijk een speciale werking. Het reflecteert de warmte en het stimuleert de bloedcirculatie. En dit is ook nog eens een deken dat na de training een beetje spierpijn sneller kan verdwijnen. Gebruik ik dit deken voor en na of een training. Of als we bijvoorbeeld naar wedstrijd gaan, hè Coletto. Je bent weer mooi schoon, helemaal klaar om te shinen. Op dit moment staan de spullen erop, die hebben we via de zijklep geladen. Nou, hier zo via de achterklep gaan we de paarden erop zetten. Maar internationaal met drie paarden is echt super veel spullen meebrengen. Voer voor drie paarden, voor vier dagen, noem het maar op. Dus je moet aan heel veel dingen denken. Lekker je paardjes erop zetten en dan gaan we rijden naar België. Tam, 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 tam. Zo, de mooie staartplap van Coletto. Ook deze is van Equinix, zodat de staart mooi wit blijft. Want dat vind ik altijd super vet als ik van die mooie witte paarden heb, dat ze ook echt de staart helemaal mooi wit is. En hoe het gaat aflopen, zien jullie in de volgende video. Voor nu super bedankt voor het kijken. Blauw duimpje omhoog. En tot de volgende video. Doei doei!